Ja, mijn werk als verpleegkundige houdt in dat ik mensen begeleid in hun laatste levensfase. Breda Nu. Je weet het meteen. Op de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg houdt het hospice in Breda een open dag. Wij zijn benieuwd wat het werk van de verpleegkundige hier inhoudt en wat de taak van de vrijwilligers is. En natuurlijk hoe zij omgaan met die laatste levensfase van de bewoners. U bent vrijwilligster hier in het hospice. Wat houdt uw taak als vrijwilliger in? De taak als vrijwilliger is heel breed. Het is eigenlijk de ondersteuning van de verpleging. En zoals al bekend, zonder vrijwilligers werkt het niet. En we doen eigenlijk van alles en we zijn echt een team. Het is niet echt van dat is jullie taak of dat is uiteraard de verpleging. Heeft wel zijn eigen taken, maar wij mogen daar een heel eind in mee. In ondersteuning, in de zorg, in het verzorgen van ontbijtjes of ontvangst van familie. Ja. Van alles. De palliatieve zorg hier in het hospice in Breda, hoe ziet dat eruit? Nou, wij verlenen palliatief terminale zorg. Dat wil zeggen dat mensen hier naartoe komen voor de laatste 3 maanden van hun leven. En palliatieve terminale zorg gaat eigenlijk om kwaliteit van leven. Mensen zijn uitbehandeld en komen hier naartoe voor de laatste levensfase. Waarbij wij heel belangrijk vinden dat mensen de eigen regie in handen blijven. Houden en wij eigenlijk een stukje meelopen met ze. U bent verpleegkundige hier in het hospice in Breda. Wat houdt het werk als verpleegkundige hier in? Ja, mijn werk als verpleegkundige houdt in dat ik mensen begeleid in hun laatste levensfase. En er komt als verpleegkundige komt daar veel bij kijken. Dus dan praat je eigenlijk over dat je iemand verzorgt. Dat is eigenlijk het hele simpele, de lichamelijke verzorging die je op je neemt als mensen het niet meer zelf kunnen. Maar daarnaast komen ook verpleegtechnische zaken om de hoek kijken. Als het geven van medicijnen. Dat kan gewoon met behulp van tabletjes, maar dat kan ook bijvoorbeeld met een injectie zijn of een infuusje. We zien best wel vaak dat mensen het liefst thuis willen blijven om te sterven, maar dat hun naasten overbelast raken. En dan zie je vaak dat het thuis niet meer haalbaar is en mensen hier naartoe komen. Merendeel is het overbelaste mantelzorg inderdaad. En soms ook complicaties die optreden, dat mensen het niet prettig vinden meer om thuis te blijven. En eigenlijk hier naartoe komen voor onze kennis en kunde. Breda Nu. Je weet het meteen.